Ja, dames en heren, ook van mijn kant een goede dag. En dat is wat meneer Ern zei, we zitten al in maart. Hij zei, ik ga toen niet trangen, jong. Dadelijk ben ik een oude man. En we hebben een heel bijzondere gast vandaag. En dat is Karel Donk. En waarom ik hem bijzonder vind, omdat hij de enige in heel Suriname is geweest die vanwege de draconische maatregelen van de overheid in verband met de COVID-pandemie, die eigenlijk een pandemie is, de overheid voor het gerecht gesleept heeft. Je hebt wel heel veel takmang, die tak en we kennen een computer gangsters. Maar wanneer het op aankomt, dan durven ze niet hun stem publiekelijk kenbaar te maken. Maar Karel Donk, among. En als je naar hem kijkt, zo'n rustige jongen komt hij over, maar amang, neem ik grap wanneer het op mensenrechten aankomt. Laat me alvast mijn gast vragen van wie is Karel Donk? Ik vind dat altijd een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar ik ben geboren in Suriname. Ik ben nu 43 jaar. In het dagelijks leven softwareontwikkelaar. Vroeger ook fotografie, nu een beetje minder. Geboren in Nieuw-Nigeria. U hebt Nigerman dus? Ah, ik heb Nigerman. Hoe ben je naar Suriname? Hoe ben je naar Paramaribo gekomen? Op een gegeven moment, toen ik 18 jaar was, moest ik verder studeren. En dan moest ik dus op de Anton de Kom Universiteit doorgaan. Dus toen ben ik verhuisd naar Paramaribo. En sindsdien ben ik hier gebleven. Dat gebeurt met een heleboel Nigerianen. Ik ken een aantal van de studenten ook, die dus dan aardig komen, dan afstuderen en dan hier in Paramaribo blijven. Dat gebeurt dus vaak. Wat zijn je hobby's? Mijn hobby's, alles dat met computers te maken heeft, met informatietechnologie en ook fotografie. Tekenen. Alhoewel ik dat een beetje minder doe tegenwoordig. Maar wel veel meer op de computer. Dus graphics design, dat soort dingen. Dus eigenlijk mijn werk, wat ik zogenaamd doe. Is ook je hobby. Dus, ja, is mijn hobby eigenlijk. Wat zou je over, of wil je over 10 jaar doen of zijn? Moeilijke vraag, ik weet niet eens als ik er nog ben over 10 jaar. Wat doe aannemen dat je er bent? Als ik er nog ben, zal ik waarschijnlijk nog bezig zijn met softwareontwikkeling. Ik heb verschillende persoonlijke projecten die ik bezig ben, waarmee ik bezig ben. Dus misschien dat tegen die tijd een beetje groter is, wie weet. Ja. Ik zag een filmpje over dat er... zelf internationaal heb je dus dat er wedstrijden worden gespeeld met een computer games waarbij ze dus een of andere vijand moeten uitschakelen of ze vechten met elkaar. Maar dat is dat zelf op een wereldniveau wordt uitgevochten tussen verschillende landen. Ken je dat? Ja, gaming wedstrijden. Ja. Als tegenwoordig is het, kan je ook rijk worden daarmee. Dus net als je bijvoorbeeld voetballers hebt die rijk worden. En dat soort dingen heb je ook gamers die nu multimiljonair worden. Omdat ze gewoon professioneel gamen. Dat is alles wat ze doen de hele dag. Ja. Achter de computer zitten en games spelen. En hebben ze dat in Suriname al? Nog niet? Nee, zover ik weet niet. Maar ik zie wel soms streams van mensen in Suriname online die dus games spelen, maar dat gewoon uitzenden. Bijvoorbeeld op YouTube. Oké. Maar niet op dat niveau nog? Nee, dus niet op wedstrijdniveau, zover ik weet. Maar denk jij er niet aan om op wedstrijdniveau te gaan? Nou, ik ben niet echt een professionele gamer. Ik speel wel games, bepaalde games, maar niet dat ik dat professioneel zou willen doen. Oké. Vandaag is 6 maart en... Volgende week zondag is het 13 maart. En dan is het precies 2 jaren dat COVID in Suriname is. Het is namelijk zo dus dat vrijdag 15 maart 2020 vice-president Adin het in het
parlement kenbaar maken in DNA dat de eerste COVID besmette persoon geïdentificeerd was en ze had het eigenlijk meegenomen uit Nederland. Zij heeft het overleefd, maar de vijfde besmette persoon, dat moet haar man zijn geweest, die is de eerste COVID-dode geweest, althans zoals het allemaal geregistreerd is. En van Karel Dong zou ik willen weten, de afgelopen 2 jaren, hoe hij deze periode heeft ervaren als persoon. Ja, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Met bepaalde dingen had ik bijvoorbeeld geen issue. Bepaalde van die maatregelen bijvoorbeeld, omdat mijn levensstijl eenmaal zo is dat het me niet deed. Bijvoorbeeld die lockdowns. Ik ben iemand die, ik ging al jaren gewoon weinig uit. Ik was de hele dag thuis, dus ik merkte niet zoveel van die beperkingen wat betreft die lockdowns. Maar andere dingen, bijvoorbeeld dat mondkapjes gedoe. En natuurlijk ook de impact op de business. Dat heb ik dus ook gemerkt, net als ieder in Suriname. Dus je merkte bijvoorbeeld hoe het werk minder werd. Bepaalde dingen, bijvoorbeeld die ik deed, fotografie. Er werden geen feesten meer georganiseerd. Of bedrijven zijn gaan afschalen. Waardoor ze dus bijvoorbeeld geen geld meer hadden om te investeren in bijvoorbeeld marketing. Dus ja, daar heb ik dus ook net als in iedere gevoeld wat de effecten zijn geweest van de lockdown. Maar zeg je bijvoorbeeld dus je had eigenlijk geen probleem met avondklok? Nee, want ik ging nooit uit huis bijna. Ik zelden misschien 1 keer in de 2 of 3 maanden dat ik even uitging met iemand. Ja, ja. Ja. En dus was je voorstander of was je tegenstander van avondklok? Nee, ik was... Ik plak je een beetje op ik was een grote tegenstander natuurlijk. Want ik bedoel van, ook al ga ik niet, ik moet wel de vrijheid hebben om te gaan als ik wilde. Ja. Want er zijn hebben sowieso situaties voorgedaan waar ik wel wilde gaan, maar niet kon. Mm-hmm. Ja, datzelfde probleem heb ik ook. Dus ik ben ook eigenlijk 9 op de 10 gevallen ben ik thuis avonds. Maar je kan nou net eentje hebben dat je iets moet doen. Of je bent of visite bij iemand en dan moet je continu op je horloge kijken. Precies. Dus dat je dus niet over de streep gaat. Dat is wat ik dus wel vond. Maar je werk heeft eronder geleden? Ja, ik heb zelfs 2 mooie grote opdrachten ben ik misgelopen. Bijvoorbeeld in die periode van de grote regentijd vorig jaar, waarbij alles gewoon op slot ging. Mm-hmm. En toen had ik ook nog pas die 2e rechtszaak ingediend. Mm-hmm. Toch? Kreeg ik kort daarna ook een verzoek vanuit de VS voor foto's. Mm-hmm. Maar ik kon het niet doen, want alles was in lockdown. En ik heb nog zo'n project heb ik moeten afzeggen. Dus dat zijn de opportunities die je dan misloopt. Wanneer je dit soort maatregelen invoert. En er geen rekening met niks gehouden wordt. Ja, toch? Ja. Ik had ook andere soort opdrachten, meer corporate, voor bedrijven. En toen al die maatregelen werden ingevoerd, hebben ze dat ook on hold gezet. Mm-hmm. Dus ja. Sowieso heeft de business eronder geleden. Ja, en heeft jouw business ook eronder geleden? Ja, natuurlijk. Ik ben vanuit een andere insteek. Hè. Ik ben dus in het onderwijs. En ik heb het ook als ontzettend storend ervaren. Waarbij dus we in het eerste jaar dat er maanden de universiteit gesloten is. En je duidelijk constateert dat de jeugd zwaar gedemotiveerd wordt. We hebben dus nu een situatie waarbij eigenlijk het onderwijs 2 jaren lang ontregeld is en behoorlijk ontregeld is en we de rekening gepresenteerd nog zullen krijgen van al die achterstand
dat we op deze manier hebben gerealiseerd. In deze periode hadden we dus COVID. En een vraag die ik me afvraag, ben je geïnfecteerd geraakt door het virus? Zover ik weet niet. Ik heb in de afgelopen 2 jaar heb ik bijvoorbeeld geen griep gehad. Mm-hmm. Dus als ik iets heb opgelopen, dan heb ik het niet gemerkt. Ja, ja. In ieder geval. Dat komt dus door die mondkap die je steeds op had. Ja, of die ik vaak genoeg weigerde op te doen. Ja. Ik heb het gelukkig heb ik het niet veel hoeven op te doen. Het was echt 1 keer in de week wanneer ik misschien naar de supermarkt ging, want ik probeerde ook die supermarkets te zoeken waar ze eigenlijk via het raam verkochten. Ja, ja. Alleen zodat ik niet per se naar binnen hoefde te gaan en constant met mondkap. Maar soms kwam je er niet onderuit en dan moest ik wel eentje. Maar dat was misschien 1 keer in de week dat ik even voor zeg maar 5 minuten even een mondkap opdeed. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik want eerlijk gezegd, als ik werkte nog ergens fulltime voor een baas of zo, en ik zou aan het werk moeten verschijnen en echt elke dag een mondkap moeten dragen, dan zou ik met ontslag gaan. Dat ja, weet ja. ik 100% zeker. Ja. Ik zou niet kunnen bolwerken. Nee. Ik zou het ook niet vol kunnen bolwerken om uren een mondkap op mijn neus te hebben. Ik denk dat het een mondneuskap. En oh ja, maar bij die rechtszaak moesten we net aandoen. Ja, ja, we gaan dadelijk komen naar die rechtszaak. Ja. En, maar als ik dus naar de supermarkt ga, alleen om geen idatie te hebben van die mensen, snel mijn spullen kopen en dan weer weggaan. Mm. Daarom ga je me dus ook nooit zien dat ik bijvoorbeeld langer dan 15 minuten in een supermarkt ben. Ja, snel, ja. En wat ik ook deed, en nog steeds doe, vaak is gewoon, ik zet het gewoon over mijn mond en niet helemaal over mijn neus, zodat ik nog dat een beetje kan ademen. Eigenlijk is het echt een mondkap. Geen mondneuskap. Ja. Oké, okay. Je hebt een, en voor zover ik het kan nagaan, ben je de eerste geweest en de enige die 2 keren, de eerste keren waren wij samen, maar je bent de eerste geweest, de enige die 2 keer de overheid voor het gerecht gesleept heeft, omdat je dus niet eens bent met die draconische maatregelen. En ik wil dus beide gevallen wil ik met je bespreken. En in het eerste geval, waar ik ook bij betrokken was, is dat we de overheid en dan meer volksgezondheid hadden aangeklaagd vanwege het opzetten van die mondneuskapverplichting. Dat ik denk dus 10 augustus 2020 verplicht is gesteld. Wat is jouw probleem geweest met die mondkap? Actie, want het is nog steeds. Ja, dus ik heb een persoonlijk probleem ook gehad met mondkapjes. Want ik kan, als ik eentje opdoe, kan ik moeilijk goed ademhalen. Mm. En dus ik krijg kriebels in mijn neus en op een gegeven moment moet je dan gaan niezen, toch? En dat is precies wat je niet wil in die periode, toch? Want dan gaan mensen gelijk kijken van, is die man, heeft die man COVID of dat soort dingen. Je weet, toen was iedereen zo paniekerig. Mm-hmm. En sowieso kan ik dan niet goed ademen. Dus ik had sowieso persoonlijk een probleem daarmee, maar het ging ook om over mensenrechten in het algemeen. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld ook al zou ik het kunnen aandoen, 12 uur per dag bij wijze van spreken, het feit dat iemand je verplicht om het te doen, dat kan ook niet. Mm-hmm. Toch? Dus ook al zou ik het tegen kunnen, ik vind niet dat je me mag verplichten om dat te doen. Dus vandaar eigenlijk ook die zaak. En ik heb ook in die zaak in het verzoekschrift had ik ook aangegeven. No? Dus dat ik ook persoonlijk een probleem heb ermee. Mm-hmm. Nu is het zo, dus zoals ik eerder zei, dus dat ik in een situatie ben waarbij ik het ook niet vaak hoefde aan te doen. Mm-hmm. Maar er waren wel bijvoorbeeld. Gewoon concreet, er was bijvoorbeeld een klant waar ik foto's zou moeten gaan maken op locatie in het bedrijf. En die vond dus dat ik dan een mondkap aan zou moeten doen. En ik heb aangegeven van ik ga dat niet kunnen doen, dus toen zijn ze verder gaan kijken.
Dus zo heb ik dus... Je bedoelt, je bent niet meer aangenomen? Nee, ik ben niet meer aangenomen, uh-huh. Want ik zou het niet kunnen doen. Uh-huh. Ik ga niet daar 2 of 3 uren lang staan. En het is een beetje, het is best intensief uh-huh. werken. En dan moet je constant door een mondkap ademhalen. Uh-huh. En dan ga je dus zwaar ademhalen ook. Hè, want je bent bezig en je wordt moe. Dus je gaat echt diep inademen. Dus ik zou het niet kunnen volhouden. En natuurlijk ook het feit dus dat men nu dan gaat kriebelen en dat ik dan ga niezen daar op locatie. En dat moet je dan niet hebben, toch? Want dan gaan als klanten naar binnen komen, zie iemand daar constant niezen en dat soort dingen. Dus ik bedoel, het zou niet werken. Mm-hmm. Dus zo heb ik bijvoorbeeld een ander voorbeeld weer van een ander job die ik dus niet heb gehad om die reden. Ja, ja. Maar je hebt bijvoorbeeld, je zegt van, je zegt bijvoorbeeld van dat. Het kan niet zo zijn dus dat je verplicht wordt. Mm-hmm. Maar we zijn bijvoorbeeld verplicht om een helm op te zetten als we op een bromfiets zitten. We zijn verplicht om als je in de auto bent en vooral als je voorop zit dat je een safety belt moet aanzetten. En dat zijn ook verplichtingen. Yeah. Worden ook daar mensenrechten schade toegebracht? Ik vind van wel, want en ieder. Ik heb eigenlijk ben ik erachter gekomen. Ik wist het al lang, maar de afgelopen 2 jaar heeft duidelijk gemaakt. En dus als je twijfelde, dan kon je duidelijk zien dat men wereldwijd eigenlijk geen kaas heeft vergeten van mensenrechten. Mm-hmm. Toch? Niet eens de rechters, niet eens de advocaten, juristen, niemand. Mm-hmm. Want ik vind van, je kan het moment dat je komt aan iemands vrije keuze, de vrijheid om een keuze te kunnen maken, ben je al eigenlijk bezig om zijn mensenrechten te vertrappen. Mm-hmm. De vrijheid om een keuze te maken is eigenlijk de basis, is fundamenteel aan je mensenrechten. Mm-hmm. Toch? En je mag daar onder geen enkele omstandigheid aan komen. Dus wanneer je mensen verplicht om een helm op te doen of om een seatbelt te dragen, je denkt misschien dat je goed bezig bent, toch? En dat je het meet met de persoon, maar in feite ben je bezig de persoon, de mensen rechten, te vertrappen. Ja, ja. Ja, ja, ja. En toevallig is het in dit geval iets dat misschien, ja, tussen aanhalingstekens positief is, toch, voor de persoon. Maar het kan evengoed iets zijn dat negatief is. Bijvoorbeeld het prikken. Want sommige mensen vinden van, ja, het is voor je eigen best is voor je gezondheid, toch. Waarom ga je niet, waarom doe je moeilijk als we je verplichten? Hetzelfde. Oké. Ik ga bij je prikken dadelijk komen. Mm-hmm. We hebben voldoende tijd. Maar ik wil eventjes blijven bij die mondmaskers. Mm-hmm. In je betoog bij de rechter heb je niet alleen het accent gelegd op mensenrechten. Omdat persoonlijk vind ik dus dat mensenrechten een heel ruim begrip is. Mm-hmm. En wat voor mij misschien mensenrechten inhoudt, hoeft voor jou nog geen mensenrechten in te houden en omgekeerd. Mm-hmm. Maar je hebt in je betoog, in je stukken naar de rechter, heb je toch een aantal andere punten aangehaald om aan te tonen waarom die mondmaskerplicht een onterechte, althans die mondmaskerplichtverplichting onterecht is. Wat waren onder andere die andere punten die je hebt aangehaald? Ja, dus er waren bijvoorbeeld natuurlijk ook de gezondheidsredenen. Dat het een negatief effect heeft op je gezondheid. Bij mij persoonlijk heb ik al aangegeven, ja. Heeft het sowieso een negatief effect. Dus vandaar ook dat ik opkwam. Maar er zijn ook verschillende studies toch, die we hebben aangehaald, ja. In het verzoekschrift, waar blijkt dus dat het al jaren bekend is wat de negatieve effecten kunnen zijn van het dragen van een mondkap. Maar ook het feit dus dat er studies zijn die hebben aangetoond vanaf 1940 volgens mij, mm-hmm. Als ik het goed herinner. Vanaf de 40 jaren. Al 80 jaar geleden, ja. Dat het niet werkt. Ja. Toch? Dus niet alleen werkt het niet, maar het heeft ook nog een negatief effect op je gezondheid. En recente studies hebben ook aangetoond dat het niet werkt. Toch? Bijvoorbeeld de studie in Denemarken die we ook hebben aangehaald. Mm-hmm. En op de koop toe hebben ze achteraf ook nog toegegeven dat het niet werkt. Of bijvoorbeeld de Nederlandse overheid. Toen ze een paar maanden geleden hebben gezegd van oké, we stoppen met die mondkapjesverplichting. Toen was er nog een groot artikel in de Volkskrant waar ze zeggen van ja, het werkt niet. Ja.
Het leuke van de grap is dat een paar weken terug een hele pagina in Dagblad Suriname ook verschenen is. Oh. Waarbij aangegeven is dat die mondneuskap fake is. En dat het niet werkt. En ze hebben dus toen ook een Nederlandse deskundige aangehaald die dat hebben aangegeven. Mijn redenen om het ook te ondersteunen, die mondneuskap kwestie was, het is namelijk zo dus dat een kippenei, die poriën van een kippenei zijn 25 nanometer, dus 10 tot de macht min 9 meter. En een bacterie, die heeft een diameter van 9 nanometer. Dus dat betekent dus dat een bacterie gewoon dwars door een ei kan gaan. En een virus is 1000 maal kleiner dan een bacterie. Dus een virus is gewoon dwars door een ei. Ja. Dan denk je dus dat een virus niet door een mondneuskap kan gaan. Hij gaat gewoon dwars doorheen. Maar niet dus. Dus, ik heb je aangegeven, ze denken dus dat je bent veilig door erdoor. Ja. Maar je bent niet veilig, je gaat gewoon erdoorheen. Ja, maar hij hoeft niet eens erdoor te gaan. Wat gebeurt er? De meeste mondneuskappen, die sluiten niet eens om je gezicht, toch? Ja. Er zijn zoveel openingen. Ja. En daar zijn er ook studies naar gedaan. En er waren zoveel filmpjes van artsen die op YouTube, voordat het werd gecensureerd, lieten zien hoeveel roker eigenlijk toch aan de zijkanten ontsnapt. Dus het werkt niet. Een virus hoeft niet eens erdoor het kan komen vanuit de zijkant. Ja, er is genoeg ruimte daarvoor. Ja. Maar ik haal het aan omdat men zogenaamd denkt dus dat ze daar niet beschermd zijn. Mm-hmm. Een andere zaak die ook speelt is dat men heeft eigenlijk het overgenomen van de ziekenhuizen. Omdat die dokters tijdens operaties mondneuskappen hebben. Maar waar men zich vergist is dat die doktoren hebben het op, die artsen hebben het op, om onder andere bloedspatten te voorkomen. Ja. En verder is het zo dus dat in het ziekenhuis een mondneuskap maar maximaal 3 uren wordt aangetrokken en daarna moet er een nieuwe. Bovendien, het ziekenhuis is een steriele ruimte, want continu wordt daar schoongemaakt. Maar nu ziet men dat daar, en men wil het projecteren dus niet naar het normale leven. Mensen hebben bijvoorbeeld, trekken dat in dagenlang aan, urenlang. Ik weet wel dat een collega toch tegen me zei, dus dat hij het 12 uren per dag op heeft. En je hebt ook dus nog dus dat het gewassen wordt, waardoor die mazen steeds groter worden. Want de man bij Azan. En ik vind dus ook nog dat die katoenen die gemaakt worden door die mensen, die mensen hebben geen begrip van microbiologie, van virussen, en ze maken maar een mondneuskap. Dus atroi die me ab no. Toch, straks wil ik het niet meer aan, mijn poten elastiek, dan heb ik een mondneuskap. Toch? Dus dat waren ook mijn redenen waarom ik zei van, we zitten de boel allemaal voor de gek te houden. En je laat mensen weten niet dat bijvoorbeeld in het buitenland, bijvoorbeeld in Zweden, die artsen daar, die chirurgen ook zijn gestopt met het dragen van een mondneuskap, omdat ze hebben aangegeven, er was een publicatie erover, die we ook hebben meegenomen. En, bij de rechtszaak. Waar ze dus hebben aangegeven van dit werkt niet voor wat betreft het tegengaan van besmettingen, toch? Mm-hmm. Virussen en dat soort dingen. Dus waarom moeten we het aandoen? Mm-hmm. Toch? Maar het zou me niet verbazen als bijvoorbeeld in Suriname, als er heel wat mensen zijn, artsen en dat soort dingen die denken dus dat het wel effectief is. En dat het ze beschermt tegen virussen en bacteriën. Mm-hmm. Terwijl dat juist niet het geval is. Yeah. En in tegendeel, terwijl er juist studies zijn die aantonen dus dat je juist meer gevaar loopt, toch? Die artsen die dat aandoen, om juist een infectie op te lopen. Ja, ik heb nog aangehaald dus dat 25-30% van de populatie een bacterie in de neusholte heeft, Staphylococcus aureus. En zolang het in je neus is, is het geen probleem. Hij moet niet via je maag daar een kanaal komen. En ik heb zelf gezien dat onder andere studenten, dat ze gewoon in die mondneuskap hoesten. Toch, dus wat krijgen, realiseer je op die manier? Je hebt eigenlijk nu een brug geslagen tussen je neus en je mond. Want doordat je dus in die mondneuskap hoest,
krijg je bijvoorbeeld dat snotdruppeltjes nu aan de binnenkant van jouw mondneuskap voorkomen en dan flik je dat weer in. En op die manier kan je dus een maagdarminfectie oplopen door Staphylococcus aureus. Zo'n 2 jaar geleden, en ook in die studies is dat meegenomen, dat onderzoek van ons, van die natenstudenten, die die mondneuskap van de binnen- en de buitenkant hebben onderzocht. En we hebben Staphylococcus aureus daadwerkelijk aan de binnenkant gevonden van een aantal van die mondneuskappen. Dus je beschermt je tegen een virus, maar je wordt geïnfecteerd door een bacterie, Staphylococcus aureus, die we kennen in de voeding. Dus het rammelt aan alle kanten. Maar waarom denk je dat men er toch wil hebben dat we het opzetten? En waarom ik die vraag zeg, is dat dit weekend is in België zijn eigenlijk alle maatregelen opgeheven, behalve het opzetten van die mondneuskap. En wat is jouw mening? Waarom denk je dat ze toch zo, ondanks al die rapporten, toch een mondneuskap op willen hebben? Waarom ze het nu nog steeds willen doen? Ik denk dat het is een raadsel voor mij, maar ik weet wel waarom ze het in het begin wel wilden doen. Ondanks ze wisten dat het niet hielp, want ze gaven ook nog toe. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die uitzendingen van het OMT in Nederland, die gewoon toegaven van ja, maar het werkt niet, maar we gaan het toch verplichten. Ja. En het was gewoon gedragsbeïnvloeding. Ja. Ze wilden gewoon een situatie creëren in de samenleving waarbij het leek alsof er iets ernstig aan de hand was. Terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. En onder andere het dragen van een mondkapje. Dat zo mensen dan het idee geven van ja, er is werkelijk iets aan de hand. Iets serieus. En dat ze dan als gevolg daarvan meer open zouden staan voor al die andere maatregelen. Want daar ging het om. Ja. En die andere maatregelen dan ook zouden gaan accepteren. Ja. Ja, klopt. Want eigenlijk alleen met het opzetten van die mondneuskap kan ik zien dat je je houdt aan de regels. Ja, precies. Of dat er überhaupt iets aan de hand is. En dat het aan de hand is. Als iedereen normaal rondloopt. Dan zie ik het niet. Het is gewoon een normaal dagelijks leven. Ja. Maar als je ziet dat mensen met een mondkap rondlopen en een beetje paniekerig doen. Om zich heen kijken. Dan heb je een heel ander beeld. Creëer je een heel ander beeld, toch? Ja. In de samenleving. Ja, je gedrag beïnvloeding. Ja. Wat ik wel gek vond, ik zie soms mensen dus in de auto, in de airco, zitten alleen in die auto en daar hebben ze een mondneuskap op. Ja, dat is gewoon het toppunt. En, ja. En ik reed vaak met mijn taxichauffeur en ik zei van kijk, je ziet weer iemand, gewoon, de auto is helemaal dicht, toch? En met de mondkap. Met de mond, wat is de functie daarvan? Ja. Dus die zijn waarschijnlijk helemaal in die brainwash. Ja, helemaal. Ja. En die komen er niet meer uit. Ja, maar wat ik ook wil aanhalen, want mensen denken straks van zomaar zegt hij iets over gedragsbeïnvloeding. Maar ik wil dus benadrukken dat uit interne documenten van de overheden in onder andere Groot-Brittannië, Engeland en Duitsland, dat is gebleken dus dat men daadwerkelijk bezig was met maatregelen om het gedrag te beïnvloeden. En er zijn interne documenten uitgelegd waarbij dus bleek dat men met verschillende, bijvoorbeeld psychiaters is gaan praten van hoe kunnen we eigenlijk angst opwekken bij de bevolking. Dat is een of andere minister van Duitsland. Ja, Duitsland, maar ook in Groot-Brittannië, daar ook. Dus hetzelfde. En volgens mij nog 2 andere Europese landen. Die ik niet uit het hoofd ken. Maar van Groot-Brittannië en van Duitsland weet ik zeker. En volgens mij, dat hadden we ook aangehaald in het verzoek. Ja. En toen was het al uitgelekt. Ja. En daarna is er meer uitgelekt zelfs, na die rechtszaak. Ja. Maar in het begin vond ook Rutte het een schijnveiligheid. En waarom? En daarna gaat hij gewoon erin mee. Want waarom? Het ging om die gedragsbeïnvloeding. Ja. Toch? En dat hebben ze ook toegegeven. Ja. Dus wat ik vreemd vond is dat deze mensen, die politici, gewoon, tenminste in het buitenland, want hier in Suriname was het niet zo. Maar in het buitenland, dat ze gewoon openlijk op televisie zeggen, bepaalde dingen zeggen. En toch dringt het niet door tot het volk. Hè? Waar men eigenlijk mee bezig is. Want als je openlijk gaat zeggen
op televisie dat het gaat om gedrag, beïnvloeding en dat soort dingen. Dat er bij het volk geen lampje gaat branden van, wacht, iets klopt niet. Mm-hmm. Ze zijn bezig om ons te manipuleren. Ja. Het is eigenlijk gedeeltelijk waar. Er zijn dus wel mensen geweest die opgestaan zijn. Maar die grote groep... Ja, dus dat ja, bedoel ik. Maar natuurlijk zijn er mensen, toch? Maar ik bedoel van de massa. Ja. Want het verbaast me toch dus dat de groep die het eigenlijk begreep dat er iets verkeerd was, dat die zo klein is. Want ja. Je zou verwachten dat iedereen... Want ik bedoel, kijk, het is niet iets dat je moet gaan zoeken. Mm-hmm. Toch? Het wordt gewoon openlijk gezegd ja. op televisie. En toch dringt het niet door. Ja. Ik heb eigenlijk tot aan de dag vandaag heb ik niet begrepen dat wanneer bijvoorbeeld de onderwijzers aan een staken zijn, dat na één stakingsdag, dan kon je een heleboel reacties van ouders lezen en horen van hoe onverantwoord de onderwijzers zijn dat hun kinderen geen onderwijs kunnen afdingen. Maar ik heb bijvoorbeeld, de onderwijs is 2 jaar lang ook ontwricht in Suriname. Ja. En ik heb nooit een of ander oudercommissie horen reageren van, wat gebeurt er met onze kinderen? Dus ook dat snap ik dus niet. Oké, we hebben een rechtszaak aanhangend gemaakt. En wat was het uiteindelijke resultaat? Oulassie? Ja, dus het uiteindelijke resultaat is dat de rechter heeft gekozen voor de argumenten van de overheid. Mm-hmm. Een paar studies die zij hadden meegegeven met hun argumentatie, dat ze dat aannemelijker vond. Mm-hmm. En dus vond dus dat, dat ze onze vordering gaat afwijzen. Ja. En natuurlijk is, dus dat is een ander ding, want dus kijk, een rechter is geen wetenschapper, dus die gaat studies een beetje moeilijk kunnen beoordelen mm-hmm. op hun water. Dus dat had ik verwacht. Mm-hmm. Dus het is niet dat ik verbaasd was. En trouwens, u weet het, die rechtszaak heb ik niet gedaan met de bedoeling per se om te winnen. Mm-hmm. Het waren verschillende doelen eigenlijk. Mm-hmm. Waarom we die rechtszaken zijn gesteld. Yeah. Maar het was natuurlijk te verwachten. Yeah. Want kijk, een wetenschapper, Wilhelm Reich, mm-hmm. naar wie ik opkeek, hij is al lang niet meer in leven, maar hij had toen een keer, want ze hadden hem toen ook voor de rechter gedaagd, en hij had gezegd, en hij had geweigerd om te verschijnen voor de rechter, omdat hij vond van wetenschap doe je niet in een rechtszaak, mm-hmm. toch? Niet de rechter gaat bepalen wat wel waar is of niet in de wetenschap. En de waarheid achterhaal je met experimenten. Mm-hmm. Als je de wetenschap, als je het goed doet. Dus hij had toen geweigerd. Dus, en dat wist ik al, dus dat je gaat wetenschap niet in de rechtszaal doen. En het is ook moeilijk, of je moet een zodanige goede rechter hebben die inzicht heeft en die dingen goed kan beoordelen. Mm-hmm. En dat heb je ook gehad, hè? Dus, maar het kwam sporadisch voor. Je had eentje in Amerika. En je had ook eentje in Duitsland, toch? Die zaten aangevallen mm-hmm. op een gegeven moment. Dus dat was echt een geweldige rechter, want die begreep wat mensenrechten zijn. Ja, ja. Maar ja, ze hebben hem toen ook aangevallen. Dus, maar dat, je moet echt geluk hebben om zo iemand tegen te komen. Wat ik wel belangrijk vond in die rechtszaak is dat onze standpunten vastgelegd zijn voor de historie. Toch? We hebben bijvoorbeeld aangegeven op basis waarvan we zeggen dus dat het onkan is dat mensen verplicht worden om een mondmaskerschap op te zetten. En zaken als mensenrechten zijn naar voren gekomen, maar ook gezondheidszaken zijn naar voren gekomen die we hebben aangehaald. Persoonlijk denk ik dat de rechter onder de indruk was van de PAHO, de WHO en de overheid en daarom niet heeft gezegd, meneer Donk en meneer Stukkaart, jullie hebben ongelijk. Mm. Zie duidelijk gezegd, ze vinden hun mening aannemelijker. Mm. Dat is dus eigenlijk dus, maar ik was zelf blij in die zin dat we het hebben vastgelegd voor de historie. Mm.
En je ziet dus nu al dat we gelijk krijgen, want in verschillende landen heb je dus dat het wordt afgeschaft. En als bijvoorbeeld die pandemie nog niet voorbij is en je schaft het af, dan blijkt duidelijk dat die functie ervan het niet is. Ja, maar ook in Nederland hebben ze toegegeven, zoals ik eerder zei, dus dat het niet werkt. Ja, klopt. Op een moment, de dag na die afschaffing in Nederland, was het artikel in de Volkskrant. Ja. Het werkt niet. Het werkt niet. En waarom ik bijvoorbeeld Dagblad Suriname heb aangehaald, een hele pagina, is omdat het toch wel regeringsgezind is. En ze hebben dus duidelijk een pagina aangegeven, zo'n 3 weken, 4 weken geleden, dat het niet werkt. En dat het fake is. Er is een tweede rechtszaak gemaakt. Mm-hmm. Waarover ging dit? Die tweede zaak ging over de lockdownmaatregelen in het algemeen. Dus we hadden, dus de eerste was echt over die mondkapjes. Mm-hmm. En de tweede was over de andere lockdownmaatregelen, dus de avondklok onder andere. En het sluiten van verplicht sluiten van bedrijven en scholen. En dus dat soort maatregelen. En daar bleek dus ook dat er al vanaf voor maart 2020 was er al voldoende informatie beschikbaar, ook studies, die aantoonden dus dat een lockdown niet helpt in het tegengaan van besmettingen. En die informatie hadden ze kunnen verzamelen omdat die COVID-19 begon al in november of december, toch? In bepaalde landen, in China, maar ook bepaalde Europese landen. Mm-hmm. En ze hadden dus al voldoende data kunnen verzamelen om te kunnen zien dat die lockdown, bijvoorbeeld in China, dat het niet heeft gewerkt. Mm-hmm. En, maar ook konden ze zien dus dat het eigenlijk dat we gewoon te maken hebben met de normale griep. Ja, maar ik denk bijvoorbeeld dat die Chinezen, want er is een student daar zo van ons in China. Mm-hmm. En zij gaf bijvoorbeeld de indruk dus dat die lockdown wel degelijk aan het werken was daar in China. Mm-hmm. En ik weet nog dus dat ik dus die opmerking heb gemaakt dat je dus niet zomaar die informatie van een communistisch land kan overnemen. Want alles dat hun niet bevalt, ga je dus niet op de televisie zien. Yeah. Maar waarom denk je dus dat die lockdown daar niet werkt? Want s'avonds, als het lockdown is, dan hebben we geen contact met elkaar en dan worden we niet ziek. Contact heb je niet alleen s'avonds, toch? Dus je hebt ook contact overdag. En dat is eigenlijk ook een van de dingen waarbij ik me afvraag, maar hoe ziet het overgrote deel van de bevolking niet dat dit gewoon poppenkast is, toch? Want s'avonds ben je zogenaamd thuis om besmettingen tegen te gaan, maar overdag ben je gewoon op straat, je bent aan het werk, je gaat je boodschappen doen. En op de koop toe heb je een nog grotere drukte vanwege die verschillende maatregelen. Niet alleen de avondklok, maar al die andere maatregelen van bedrijven die constant dicht moeten gaan. Zorgt ervoor dus dat je dan steeds meer mensen op de been hebt, want je kan bijvoorbeeld niet de hele dag door inkopen doen. Je kan volgens mij op bepaalde momenten, maar voor een paar uren toch, kan je nog inkopen doen. Dus daar heb je nog grotere groepen toch, die allemaal zo bij elkaar komen. Dus je bent eigenlijk bezig om nog meer besmettingen te veroorzaken. Ja. En dat was een van de dingen die ik vreemd vond. Van waar is de logica toch, in deze maatregelen? En daar had je bijvoorbeeld de directeur of directrice van AZ. Mevrouw Redan, die op een gegeven moment, pas later, na een paar maanden bij die grotere lockdown, waarbij toen we de grote regentijd hadden, toen heeft zij wel, is ze wel in de media gekomen en gezegd van, hey, dit werkt niet, het zorgt juist voor meer besmettingen en dat soort dingen. Maar het heeft maanden geduurd voordat iemand van een ziekenhuis bijvoorbeeld het durfde om te zeggen. Ja. Ja. En dan nog luisterde men niet. Nee, maar men heeft daar de agenda om af te ronden. En dus dat is dus het probleem geweest. Eigenlijk waren ze gewoon niet aan het naapen.
En alles wat Nederland zegt, dat doen ze andere... En CDC toch, want dat ja. zei Amar. Ja. Constant WHO, CDC, dat soort dingen. Ja. Naar die mensen luisteren ook. Ja. Toch? Ze kunnen niet zelf nadenken. Dus wat ik niet kan begrijpen is, als dat men niet inziet, dus dat door die hele lockdown krijg je een situatie waarbij dus mensen juist nu meer naar de... in de winkels gaan om dingen te kopen. Ik heb meegemaakt doordat ik een van die, toen die strenge lockdowns zouden komen mm-hmm. en zo, ik een uur lang in de straat moest staan, omdat die rij was zo lang en die mensen doen geen omkopen. Yeah. En op een uur lang sta ik in de rij, op een bepaald moment is die Chinese moe van de zaak. Hij zegt iedereen om naar binnen te komen en ze sluiten die deur. Bam! En dan via achterdeur gaan die mensen die in die winkel zijn dus nu weg. Mm-hmm. Toch? Dus als je gewoon langs rijdt, dan denk je dat die winkel gesloten ja. is. Een hele week voelde dat al niet meer. Maar die man was moe, of die vrouw was moe, dat iedere keer handen wassen, controleren. Ja. Dus als hij naar beneden gaat, dan gaat hij. Dus dat moet je proberen op te lossen. Kom jullie allemaal naar binnen, en ik kan door de tapoe boep. En, maar dan heb je toch daar nog het probleem niet opgelost. Dan heb je het probleem ja. vergroot. En wat kreeg je vaak bij sommige bedrijven waar meerdere ingangen waren, dat andere ingangen werden afgesloten en nu moest iedereen door één ingang gaan. Ja. Waardoor je dus weer het probleem hebt verergerd. Ja. En dat ik snap niet dus dat men, dat zo, kijk, toen we 13 maart kregen hoorden dat die lockdown, dat het COVID er was, toen waren we ongeveer allemaal in paniek. Oké, okay? En toen zijn maatregelen gekomen. Dus de eerste weken kan ik me voorstellen, we zitten in een paniek. Maar toen 5 juni, want ik heb 5 test juni van dat jaar, heb ik dus ook geprotesteerd. Toen is het de eerste keer dat ik dat ding draconische maatregelen heb genoemd. Mm. Omdat de school was ook alweer bijna 2 maanden gesloten. En je kan niet zo door blijven gaan. Mm. En toen vond ik van, dit is niet hoe we het gaan moeten doen. Mm. Toch? Toen begon ik te schrijven. Ja, door. Want die maatregelen werden steeds draconischer. Ja. Het werd steeds, op een gegeven moment kreeg je een soort van politiestaat. Werd ja. het. En, ja. En toen vond ik het ook, ik vond ook van, iemand moet opstaan. Toch? Ja. En toen kwam u toevallig ook. Ja, we waren samen onafhankelijk van elkaar een paar boden. Ja, precies. En enkele zeiden we dezelfde dingen. Ja. Ik had dus nu aangegeven dus dat we zijn bezig een concentratiekamp aan het opzetten. Mm-hmm. Dat hadden we eigenlijk niet. Ja, maar dat is ook wat het was. Ja. Gewoon een concentratiekamp. Want je moest ook nog verplicht gaan. En ze bellen je en zeggen van als je niet gaat, dan komen we je met hardhandig oppakken. Ja. En daar opsluiten. En als je dus een avondklok overtreder was, dan werd je ook ingetimmerd. Mm-hmm. Hè? Ja. En dus dat zijn de dingen die ik ook heb meegenomen. Hè. Dus bij mijn tweede rechtszaak eigenlijk. Waar ik gewoon heb geprobeerd om... Los van dat ik persoonlijk eronder lee, ook een algemeen beeld. Want ik had ook het idee van misschien snapt men niet hè, wat er eigenlijk gebeurt. Mm-hmm. Dus ik heb het zo proberen te beschrijven, waarbij ik een algemeen beeld geef van de situatie en de verschillende negatieve gevolgen. Toch voor de samenleving in het algemeen. Niet alleen voor mezelf, maar ik ben uiteindelijk deel van die samenleving. En hoe is het op de duur verlopen dan? Dus ook daar. Die rechter heeft eigenlijk geweigerd om te kijken naar de dingen die ik heb aangehaald. En heeft het gegooid op dat ik moest aanhalen welke schade ik persoonlijk leed. Maar in die in de vonnis heeft ze zelf toegegeven dus dat mijn rechten eigenlijk beperkt worden. Toch? Dat heeft ze zelf aangehaald. En ik heb juist gevraagd van mijn rechten worden beperkt. En ik vind dus dat er geen valide redenen zijn daarvoor. Dus ik wil dat de rechter gaat toetsen van, is het wel valide? Zijn er valide redenen? Toch? Is het rechtvaardig dat de rechter, dat mijn mensenrechten worden beperkt? Mm-hmm. En ze heeft dat gewoon geweigerd om dat te toetsen. Ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment, dus wat dat eigenlijk betekent, is dat de overheid gewoon een maatregelen kan treffen en je kan niet eens de rechter vragen om te toetsen. Ja, ja, ja. Toch? Wat ik bijvoorbeeld niet in het rechtssysteem snap, is dat je moet bewijzen dat jij er ook persoonlijk aan onderlijdt. Toch? Dus ja. Ik heb daar moeite mee. Want dan kloppen een paar dingen niet.
Want als ik bij wijze van spreken zie dus dat er aan de overkant van dieven zijn bij mijn buurman, mm-hmm. wel, ik ondervind er geen last van, dus ik moet het gewoon laten voor wat het is. Zo komt het bij mij over. Ja, ja, maar in dit geval nogmaals, zoals ik zei, heeft die rechter zelf in het vonnis gezegd dat inderdaad worden de rechten van Donk beperkt. Mm-hmm. Toch? En ik heb juist gevraagd in mijn verzoekschrift, en eigenlijk niet gevraagd, ik heb gezegd ook, want ik heb aangetoond, met al die informatie, dat die maatregelen niet helpen. Toch? En dat bleek duidelijk. En het is duidelijk gebleken ook erna. En nu zegt zelfs de president, Chan was daar op bezoek, heeft de Guyanese president hem toch gezegd van die lockdowns werken, af en klok lockdowns werken niet. Er zijn studies daarover, dus we gaan het stopzetten. En Chan is teruggekomen en heeft toch gezegd van ja, we gaan het moeten stoppen. Dus die rechter zegt, geef toe van inderdaad, je rechten worden beperkt. En ik heb gevraagd van wel toets, als het wel, als het wel mag, toch? Als er valide redenen zijn ervoor, want ik vind van niet, kijk, dit zijn de studies die aantonen dat het eigenlijk niet helpt, dus waarom doen ze het? En niet alleen de studies, maar ook de situatie in Suriname, want het bleek toen al, dus dat ondanks die maatregelen, dat er een exponentiële stijging was, toch, van besmettingen. Juist op het moment, kort nadat ze dus die avondklok hadden verscherpt en ook overdag die lockdowns. Mm-hmm. Juist toen ging het exponentieel omhoog, toch? Ja. Ja. In die periode. Ja. Dus hoe kan je zeggen dat het helpt? Maar ja, die rechter heeft gewoon gezegd, maar ik ga daar niet naar kijken. Ja. Oké. Wat ze ook had gezegd, ze zei van... het lijkt op een wetenschappelijke strijd tussen die Donk voert met de overheid. En ik ga daar niet in bemoeien. Maar ik bedoel van, als jij als rechter toch niet kan checken als de redenen die de overheid geeft om mensenrechten te schenden, als die redenen niet valide zijn, waar moet de burger tussen aanhalingstekens dan terecht, mm-hmm. toch? Als je niet bij de rechter terecht kan. Ja, ja, ja. Want morgen kunnen ze anything verzinnen om dan zogenaamd een uitzonderingstoestand uit te roepen. Ja. En hier, ze kunnen any reden gaan verzinnen. En jij als burger tussen aanhalingsteken kan geen beroep doen op de rechter om te zeggen van hé, dan doen ze wel, zijn ze wel goed bezig. Mm-hmm. Toch? Dus eigenlijk zou de rechter, als ik naar jou luister, tenminste moeten hebben gezegd van... ik kan geen beslissing nemen. Dat was het tenminste een eerlijker antwoord. Dan eigenlijk zeggen van een... Of ze zo als die vorige kunnen doen van... ja, ik heb inderdaad gekeken naar jouw reden... en ik heb ook naar hun redenen gekeken... en ik vind van hun aannemen. Oké. Okay. Begreep je? Tenminste, ja. Tenminste, dan zou je nog kunnen zeggen van... oké, tenminste, heeft ze gekeken. Heeft ze gekeken. Maar dat kan niet... het is wetenschappelijk. Toegeven dat je mensenrechten geschonden worden... of beperkt worden... en, maar je wil niet ernaar kijken. Ja, ja, ja. En je ziet geen schade. Ja. Ik bedoel, je geeft toe, mensenrechten worden beperkt, toch? Maar je ziet geen schade. Hoe reem je dat? Ja. 23 februari 2021 is gestart hier in Suriname met een vaccinatiecampagne. Ben je gevaccineerd? Dus niet voor COVID-19, maar vroeger toen ik nog klein was. Ja. En hebben mijn ouders me wel gebracht. Met tegenzin, want ik kan me nog goed herinneren hè, dat ik voor een paar van die dingen met tegenzin ging. Mm-hmm. En ik niet wilde. Maar je ouders konden je dwingen om het te doen. En daar ben ik trouwens ook niet mee eens. Hè, maar goed, maar voor COVID-19 sowieso niet. En ik ga nooit meer van mijn leven ga ik me laten vaccineren. Ja, ja. Geen enkel vaccin. Maar waarom? Kan je dat uitleggen? Ik heb helemaal geen geloof in de wetenschap op dat gebied. Mm-hmm. Het is gewoon een money-making business. En dat is het al jaren. Het is zelfs voor mijn geboorte, ben ik erachter gekomen, was dat al bekend. Mm-hmm. Verschillende artsen, niet de eerste, de beste. Mensen die aan top waren in hun vakgebied, hebben toen ook boeken geschreven erover, hebben gesproken erover. Dat vaccineren eigenlijk, dat het een flawed theorie is. Mm-hmm. Het helpt niet, doet meer kwaad dan goed. Dat is niet iets van nu, dat is al vanaf de 1800
late 1800s begin 1900 begint. En je ziet het vandaag nog steeds. En dan heb je wetenschappers die daarover publiceren. Vaak worden ze gecensureerd. En je hebt in de afgelopen 2 jaren heb je duidelijk gezien met COVID-19 dat dat ding niet werkt. Toch overduidelijk. Het was eerst van ja, 100%, dan was het 95% effectief. En het ging steeds omlaag. Totdat nu, ik zag gisteren nog een video van een dame die, zij is de hoofd van CDC of zo. En zij gaf toe van ja, het werkt inderdaad niet. Maar ja, in het begin waren we enthousiast en we hadden gehoopt dat het zou werken. Dat soort taal gebruiken ze nu. Ja, ja, ja. En met die enthousiasme hebben we het dus gepusht. En nu geeft ze gewoon toe van ja, maar het heeft eigenlijk niet geholpen. Dus eigenlijk zijn ze stuiten criminelen, want. Het zijn criminelen. En ik heb vanaf het begin heb ik al gezegd van dit zijn gewoon criminelen. Ja. Want laten we even aannemen dat ze dus een goede bedoeling hadden. Maar nu kunnen ze niet komen vertellen van het werkt niet. Terwijl bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het maatschappelijk leven kapot gemaakt is. Onderwijs is een gewoon plat. Al die mensen die dus hun werk verloren hebben vanwege het feit dat die bedrijven gesloten zijn. Dat kan je maar nu niet komen vertellen van we hadden gedacht dat het zou werken, maar het werkt precies niet. Precies. En goed dat u dat zegt. Want bijvoorbeeld, ik haalde eerder aan de president van Guyana, toch, en later ook Jan, die gewoon doodleuk nu zeggen van ja, het helpt niet. En er zijn onderzoeken gepubliceerd waar die hebben laten zien van het werkt niet. Dus we gaan het nu afschaffen. Toch? Geen vuiltje aan de lucht. Maar wat gebeurt er met al die schade die je hebt veroorzaakt in de afgelopen 2 jaren? Ja. Toch? Dat is wat ik wil horen. Je moet niet nu komen zeggen dat het niet werkt, want ik persoonlijk heb in ieder geval de Surinaamse overheid via Ammar Ramadien wel gezegd dat het niet werkte. En ik heb al die studies heb ik laten zien, die hebben aangetoond dat het niet werkt. Ik wist vanaf maart 2020 al dat het niet zou werken. En ik heb hun heb ik zeker bij die tweede rechtszaak heb ik ze gezegd van het gaat niet werken. Want het is aangetoond dat het niet helpt. Dus, willens en wetens, bewust, heb je die maatregelen in stand gehouden, ondanks je beter wist. Ja. En nu wil ik dus weten, wat gaan ze doen toch met al die schade? Want heel wat van die schade gaan ze natuurlijk niet meer kunnen repareren, toch? Maar er is heel wat schade die ze nog kunnen repareren. Ja. Toch? Maar je maakt die opmerking, maar ik weet dus nog dat voor de verkiezingen dat de toenmalige oppositieleider, de huidige president, duidelijk heeft aangegeven om die markten te openen, om avondklok te stoppen, ja, ja. Dat economie draait niet, dat hij bij wijze van spreken dat heeft aangegeven dus toen. Ja, ja. En dan is het verrassend dat hij dus daarna de persoon is die dus aangeeft dus dat het gehandhaafd moet worden. Ja, ja. Ik vind bijvoorbeeld dat er diepe wonden zijn ingeslagen, omdat nu hoor je dat dus die maatregelen niet gewerkt hebben. Maar fractieleider Gayadin, die heeft toch in de DNA aangegeven dat hij eigenlijk adviezen wil geven dat degenen die niet willen vaccineren, dat ze onbetaald thuis moeten blijven en dat de DNA eigenlijk ze af moet sluiten. En later, een paar maanden, en wat erg is dat de andere volksvertegenwoordigers hebben hem niet gecorrigeerd. En dan heb je dus dat maanden later, dat toen zaten we bij iets van meer dan 900 geregistreerde COVID-overledenen, dat de ondervoorzitter van de DNA, meneer Maart Sharman, de ongevaccineerden noemde, dat ze dus asociaal zijn, ahumaan en zelfs crimineel. En hij vond dus ook dat
vaccinatie verplicht moet worden gesteld. Mm. Dat zijn de dingen die gezegd zijn. Mm. Toch? En dan kan je me nu niet komen vertellen, gewoon van, hey luister, het is niet gewerkt hoor, ja, er is niks aan de hand, er is geen vuiltje aan de lucht, dat kan niet. Nee. Je gaat sowieso, net als wat je aangeeft, je gaat een aantal reparaties moeten verrichten en je gaat je excuses moeten aanbieden. Precies. Publiekelijk. Op zijn minst zou je excuses moeten aanbieden, toch? Maar je moet zelfs verder gaan, je moet mensen gaan vergoeden. Ja. Voor die schade. En heel wat kunnen ze niet meer vergoeden. Want je hebt bijvoorbeeld je hebt mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Mensen, gezinnen zijn kapot gegaan. Ja. Toch? Hoe ga je iemand vergoeden die bijvoorbeeld 2 jaar lang onderwijs geen onderwijs heeft kunnen genieten? Ja. Toch? Hoe ga je dat doen? Heel wat bedrijven zijn over de kop gegaan. Ja. Toch? Hoe ga je dat vergoeden? Je gaat het niet kunnen vergoeden. Toch? En we hadden die studies aangehaald, bijvoorbeeld in die eerste rechtszaak. Vanaf die eerste rechtszaak al, ik had het ook aangehaald in die tweede. Bijvoorbeeld van die wetenschappers in Duitsland. Die hadden aangegeven en hadden gewaarschuwd van, jullie creëren een zodanige schade dat het waarschijnlijk generaties gaat duren. Mm-hmm. Toch, voordat dit allemaal gerepareerd is. Klopt. Een andere zaak die ik even ook wil aanhalen. Is omdat deze dingen een money-making business is geweest. Die PCR-test, die zogenaamd... want eigenlijk is alles begonnen met die PCR-test. Mm-hmm. Die aan moet twijfelen dat mensen besmet zijn. Ja, en we hadden ook aangegeven dat het niet werkt. Dat het niet werkt. En wat bleek, toch? Niet eens 4 of 5 maanden na onze zaak, toch? Wat bleek? Ze moeten toegeven van het werkt niet, het is van de markt gehaald. Het is van de markt gehaald. Ja, maar het is van de markt gehaald. Maar... Onze overheid gebruikt het nog steeds. Oh ja. Want vanaf 31 december is het de CDC en de WHO die erkennen dat niet meer als de manier om aan te tonen dat iemand besmet is. Maar het wordt nog steeds hier in Suriname toegepast. Maar je moet ervan uitgaan dat die hele zogenaamde pandemie, het is eigenlijk een pandemic, toch? Was op basis van die PCR. Ja. Dus waarvan achteraf bleek van het niet werkt. En die, ook die, het reproductiegetal is afhankelijk van die PCR-test. Ja, dus. Een andere ding die ik ook wil aanhalen is dat, waar blijkt dat het een money-making business is, is de mensen die zogenaamd dood zijn gegaan vanwege COVID. Die al die geweldige maatregelen die getroffen moesten worden met een lijk, en de familie in heel wat kosten duur, was niet nodig. Het is namelijk zo dat een virus heeft levende cellen nodig om te kunnen groeien en om zich te vermenigvuldigen. Dus laten we even aannemen dat iemand werkelijk dood is gegaan door COVID. Theoretisch en wetenschappelijk is getoond dat slechts 6% van de mensen die men zegt dat ze dood zijn gegaan door COVID, dat ze werkelijk door COVID zijn gegaan. 94% is met COVID. Dus dat betekent die mensen hadden onderliggende ziektes. Toch? En vaak genoeg 2 of 3 of 4 onderliggende ziektes. En het immuunsysteem verzwakt dat de man kon kiezen COVID. Dus dat de man dacht door COVID. Ja. Maar als je dus nu zo'n lijk 3 dagen in de ijskast zet, in de vriezer zet, is alles afgelopen. Het was niet nodig en het is niet nodig om de familie die al zoveel verdriet heeft, dat een geliefde van hem dood is gegaan, dat die in zulke schulden wordt gestopt, omdat, en je ziet toch, het waren ook maar 2 een begrafenisondernemers, die luxe hadden om die maatregelen te kunnen treffen, die voorzorgmaatregelen, zodat mensen zogenaamd niet besmet worden. Zij hadden die luxe om die mensen te helpen begraven. Terwijl het helemaal niet nodig is, gewoon het lijk. Eigenlijk een dag in de vriezer waren die virussen al uitgeschakeld. Maar de mama maakt biggie money. En dan worden dus de familie wordt in allerlei kosten geduwd. Mm-hmm. En dat is ook crimineel. Ja, het was gewoon een... De hele pandemic was een opzet van een criminele organisatie wereldwijd. En natuurlijk de lokale criminele organisaties hebben ook gretig gebruik gemaakt van de opportunity. Ja. Om ook hun slag te slaan. Ja. Kijk, zo is het gegaan. Ja. Om terug te komen op die PCR-test, omdat een buurmeisje, eigenlijk is dat buurvrouw, maar sinds klein af, die woont in Nederland en ze was voor 2 maanden naar Suriname. En ze weet bijvoorbeeld erop dat ze dus in Nederland moest worden getest
Ze komt, maar dat betaal je. Ze komt naar Suriname, ze moet worden getest. Een paar weken daarna gaat ze naar Guyana. Via een ding. Ze wordt getest. Is ze aangekomen in Guyana, wordt ze weer getest. Ze blijft een paar weken daar. Ze komt terug naar Suriname. Wordt getest in Guyana. In Suriname weer getest. En ze zou dus dan, vorige week dinsdag is ze dus vertrokken. Afgelopen dinsdag is ze vertrokken naar Nederland. En dan zou ze weer getest worden in Suriname. En weer in Nederland. En al die tijd moet je, of al die momenten moet je betalen. Mm-hmm. Voor, om getest te worden. Dus je wordt behoorlijk veel geld van je wordt afgenomen. Mm-hmm. En dan, vandaar dat dat blijkt dus dat die PCR-test niet eens geschikt is om het te tonen. Mm-hmm. Om dingen te tonen. Ja, dat je besmet bent, want het detecteert heel wat andere rommel nog erbij ook. Ja. Je hebt veel valse positieve. Ja, wat er eigenlijk is, en dat, omdat, je ziet daar vaak in de krant elke dag hoeveel mensen besmet zijn. En men heeft eigenlijk besmetting gemaakt tot alsof je doodgaat. Die test, besmet wil zijn, betekent, je bent in contact gekomen met het virus. En, maar dat kan betekenen dus dat je 6 maanden lang geleden in contact bent geweest. Toch? Dus je kan bijvoorbeeld vandaag in contact zijn geweest, maar het kan ook 6 maanden geleden zijn. Maar al deze dingen nemen ze meteen voor besmet en willen doen alsof mensen dood zullen gaan. En dat ding, dus die PCR-test, detecteert maar een klein deel van het virus. Ja. Maar blijkt dus achteraf dus dat klein deel, dat er zoveel andere stoffen of organismen zijn die ook waarin dat deel DNA ook zit. Ja. Toch? Dus dat zei een van die wetenschappers, Peter Borges, en hij zei van, die test is helemaal niet betrouwbaar, want het kan heel wat andere dingen detecteren en je weet nog niet als het virus is of als het wat anders is. Maar de uitvinder zelf van die PCR-test heeft aangegeven dat het niet geschikt is na te gaan wat als iemand wel of niet besmet is. Om een diagnose te doen. Om een diagnose te maken. Mm. Je hebt dus nu 2 rechtszaken achter de rug gehad. En en er zijn dus nu, laat maar dat vragen. Er zijn dus versoepelingen. Ben je blij dat er dus nu versoepelingen zijn? Want dat betekent dus dat de mensenrechten niet meer geschaad worden. Dus ik zou niet zeggen dat ik blij ben. Want het gaat alleen alsof ze me een gunst doen, toch? Van je moet blij zijn dat je nu meer vrijheid hebt. Maar ik vind het wel goed dat die zinloze maatregelen één voor één worden weggehaald. Toch? Want het heeft. Ik wist het voor mezelf al en ik had het ook al gezegd vanaf nogmaals maart 2020 dat het niet helpt. Maar ja, uiteindelijk ziet men het blijkbaar ook in. En gaan ze allemaal één voor één die maatregelen moeten weghalen. Dus ik vind dat wel een goede zaak natuurlijk. Ik noem het zelf geen versoepeling. Omdat een versoepeling zou willen inhouden dat je gestraft bent. Mm-hmm. En je gedraagt je dus nu. Ja. En dan wordt die straf versoepeld. Ja. En, en ik ben namelijk de mening toegedaan net als jou. Van dat die maatregelen draconisch waren. En dat die maatregelen onterecht waren. Dus ik noem het. Normalisatie, ze gaan weer terug naar het normaal. Mm-hmm. En we hadden al die tijd een tijdelijke abnormaal. Ja. Nu gaan we over dus naar geen enkel nieuw normaal, gewoon normaal. Daar zijn we over. Hoe zie je de toekomst tegemoet? Bedoelt u specifiek over COVID-19? Wat COVID-19 betreft? Het is moeilijk te zeggen, want eerlijk gezegd, het gaat na wat ik allemaal heb gezien in de afgelopen 2 jaren, gaat het me niet verbazen als straks bij de grote regentijd, wanneer het aantal griepgevallen weer gaat toenemen, dat ze plotseling weer gek gaan doen en gaan zeggen van, we gaan bepaalde maatregelen gewoon weer invoeren. Toch? En het gaat me echt niet verbazen, na dat ze hebben toegegeven, dus dat bijvoorbeeld de avondklok, dat het bewezen heeft dat het niet werkt, dat ze zelf de avondklok weer gaan invoeren. Begrijp je? Want deze mensen zijn, voor wat ik heb gezien, tot alles in staat. Logica, dat kennen ze niet. Ja,
Zelf verwacht ik dus dat deze 2 jaren een leerschool voor ze is geweest, hoe je de gemeenschap bang kan maken en hoe je ze dan kan dwingen om te doen wat jij wil. Ja. En aangezien, als je kijkt dus naar de prijzen in de winkel, die stijgen steeds, benzine stijgt steeds, alles wordt steeds duurder. Dus is verwachtbaar dat de bevolking op een bepaald moment gaat protesteren en op straat gaat willen komen. En deze 2 jaren heeft de mensen geleerd, heeft de overheid geleerd van, als je ze bang genoeg houdt, dan houdt ze zich rustig. En dat dus die maatregelen weer ingevoerd gaan worden onder het mom van, net als wat je zegt, de grote regentijd. Want de regentijd heb je dat er toename is van virusgevallen. En dat men dus dat als excuus gaat gebruiken om aan te geven waarom ze weer met die maatregelen komen. Terwijl die maatregelen eigenlijk bedoeld is om de gemeenschap rustig te houden. En maar al die verhogingen en het steeds duurder en moeilijker worden van het leven te accepteren. Ik denk dus dat dat de bedoeling zal zijn. Ja, en ze hebben ook nog een wet die ze in staat stelt om te kunnen doen wat ze willen. Hè? Want het is dus gebleken. En je kan blijkbaar niet naar de rechter gaan om te zeggen van, hey rechter, kijk naar die wet. En kijk, dit zijn de redenen die ze hebben gegeven om grondrechten in te perken. Toets even als het wel klopt. Dan de rechter zegt gewoon van, nee, ik kijk daar niet naar. Ja. Je moet even aangeven wat voor schade je hebt geleden. Terwijl ze zelf toegeven van, ja, je rechten worden ingeperkt. Dus dat is iets dat me nog zorgen maakt, dus die wet. Hè? Want die wet, ik weet niet of u het heeft gelezen, heeft u die... Nee. Die uitzonderingswet bedoel ik? Ja, die wet uitzonderingstoestand. Want dat heeft de vorige regering, NDP, die heeft eigenlijk die wet gecreëerd. En zij hadden het eigenlijk nog een beetje beperkt gehouden tot COVID-19, maar toen deze regering aantrad, hebben ze eigenlijk die wet die beperkt was tot COVID-19, hebben ze gemaakt tot een algemene wet, toch? Dus voor elke uitzonderingstoestand zouden ze het kunnen gebruiken. Ja. En die wet is zodanig angstaanjagend als je het leest. Dus ik kan me echt moeilijk voorstellen dat juristen hier aan gewerkt hebben. Ik zou graag willen weten welke juristen zich geleend hebben voor zo'n wet. Want er hoeft maar een of ander gek op te staan en aan de macht te komen. En die kan gewoon een uitzonderingstoestand uitroepen op basis van die wet. En die kan in principe van alles doen in het land. Toch? En we hebben in feite hebben we onze nageslacht met deze wet opgezadeld met een tijdbom. Het kan anytime ontploffen. Toch? Het kan bij deze regering gebeuren. Het kan bij een volgende regering gebeuren. En eigenlijk moeten we die wet zo snel mogelijk uitschakelen. Ja, maar ik wil hier wel op wijzen dus dat er mag geen enkel wet boven de, onze grondwet zijn. Theoretisch. Ja, en nee, maar omdat waarschijnlijk omdat er niet geprotesteerd wordt. Ik denk dat dat de reden is. Ja, maar iedereen neemt aan toch. Zelfs de rechters zeggen niks. Zelfs de juristen zeggen niks. Ja, maar ze hebben allemaal iemand. En advocaten zijn te bang om op te treden. Ja. Niemand zegt wat. Ja, maar en op de koop toe. Werken ze mee aan het opstellen van zo'n wet, toch? Ja. Ik kan me niet voorstellen. En dan gaat het ook nog door DNA. Ja. Maar bon, laten we hopen dat het niet zo ver komt. Dat was het voor deze week, dames en heren. Ik vond het een heel leerrijke interview. En ik heb een heleboel ook uitgeleerd. En laten we hopen dat alles goed gaat met Suriname, want ik denk dat we dat erg hard nodig hebben. En ik wil Karel Dong bedanken dat hij zich vrij heeft gemaakt om zijn zegje te doen over die draconische maatregelen die de overheid allemaal heeft ingevoerd en eigenlijk ons leven helemaal in de war heeft gegooid. Dat was het voor deze keer, dames en heren. Tot de volgende week. Doei!